vraag is, waarom hangen hier camera's uit? Dat wel. Dit is een nieuwe aflevering, de stemming van Vullings en Van der Wulp. Dit zijn Joost Vullings en Sander Van der Wulp. Veel plezier. Staat met je achterhoofd op die film. Ja, ik denk dat we de achterkant van de ananas willen laten zien. Ja, dat is gewoon het normaal. Ja, die mensen kennen het alleen vanuit dat perspectief. Waar ik niet bij mee was, maar hij is wel tegen homofobie. En nou, hij zal het ook echt niet akkoord zijn met spreekkoren of wat dan ook. Moet je het mantel? Oh, welkom. Ja, wat leuk dat, leuk dat jullie er allemaal zijn. Wij gaan dus podcastopnames maken van Zo Opgelost. Twee afleveringen, trouwe fans of luisteraars. Mag ik even een applaus voor de band? Zeg jij wat over? Nou, wij hebben een jingle. Dat zit aan het begin altijd. En dan zeggen sommige mensen, nee, je moet bij een podcast meteen beginnen, anders haken mensen af. Maar wij zeggen, nee, wij zullen voor altijd deze jingle gebruiken, want wij vinden hem zelf heel leuk. Ja, zijn er mensen die de tekst uit hun hoofd kennen? Ja, jullie gaan meezingen. Oké, nou ja, dus de band heeft voor ons de jingle gecomponeerd. En we gaan nu dus live voor jullie spelen. Wilden jullie net dat beetje extra geven? Weet je wel, dat je zegt, nou, er was één podcast. Daar kregen we gewoon live muziek van echte muzikanten. Dus ja, volgens mij kunnen we gewoon beginnen, toch? Zullen we gewoon gaan beginnen? Ja, zijn jullie er klaar voor? Oké. Oké, dan wordt wat ongesmeten nog lekker. Is dan een lekker vlak voor de start. Oké. Nou. En je mag meezingen dus, hè? Met zo iemand als Stefan. 4 sterren. Dus ik dacht bij mezelf, oké, dit gaat wel de goede kant op. Toen kwam de tekst. Prettige podcast en heel fijn dat deze steeds op de maandag uitkomt. Ook fijn dat er naast twee bijzonder intelligente mensen ook iemand als Stefan meedoet. Zodat je als luisteraar het idee krijgt dat je ook weer niet zo onsnugger bent. Ga ik dit probleem kunnen heel snel oplossen. Marco, ben jij in de zaal? Het is Grieks, ja, dat is heel oud, Steven. Dat moeilijk. Dit is wel te moeilijk woord. Ja, is woord wat is dat voor woord? Nee, dansen. Oh, okay. Grieks is een andere taal en dat is dan vertaald en dat heet dansen. En dat is echt, er kunnen echt mensen echt fysiek last van hebben. Dat als ze moeten dansen, dat hartkloppingen en zweten en dat je dus daar echt last van hebt. En dus, het gaat voor sommige mensen ook zo ver dat ze feestjes en dan wel bruiloften en zo vermijden. Ga maar los en dan...
podcast van de NTR. Het is misschien wel het belangrijkste medicijn dat we kennen, de placebo. Het werkt echt, ondanks dat er geen werkzame bestanddelen in zitten. Ja, het is echt, ik vind dat echt een heel erg oké gast. Dat vind ik ook, ja. Maar jij bent toch een grote voorspeller? Ja, nou, wou ik vanavond weer de Ronde van Vlaanderen. Ja, nou, een hele grote voorspelling, hoor. Grote wedstrijd, hoor. Ja. Ronde van Vlaanderen. Goed, dames en heren, de tijd is helaas op. Hartelijk dank voor jullie komst. Hij staat aan. Hallo mensen, leuk dat jullie er zijn. We gaan bijna beginnen. Er circuleren namelijk twee tijdstippen vandaag. Over lang verhaal kort. De ene zegt 4:15, de andere zegt 4:15. Allereerst, we beginnen meteen even met de vraag, nu we er toch zijn. Luisteren jullie een podcast of zijn jullie hier toevallig naar binnen gestrompeld? Echt een gewetensvraag dit, hè? Je begint gelijk ook met de gewetensvraag. Ja, gewoon die glowsticks van in de lucht. Ik wil even een paar handjes glowsticks, kies er eentje leuk uit. Als je het luistert, maakt niet uit. Oh. Dan ga je nemen, check. Oh. Nou. Zet ik even je lampje dan aan, hè? Want het is wel special effects gebruiken. Ja, juist. Kijk. Lekker. Oké, okay, en voor de luisteraars, wie zou zichzelf typeren als een vaste luisteraar? Oké. Die bestellen en de antwoorden die van jullie krijgen ook wat duidelijker hier kunnen horen. Dat is misschien wel duidelijk. Zo, die lampen zijn ook veel. Boven zitten ook nog mensen. Hallo! Die mooie glowsticks die jullie gekregen hebben, die gaan we straks gebruiken. We nemen jullie heel even mee naar onze redactie. Luister maar. Is dit bij Q? Ja. Oké. Okay. Welkom op de NOS op 3 redactie. Hier werken we aan onze explainers, TikTok-video's, onderzoeksverhalen en natuurlijk lang verhaal kort. We beginnen de dag, hoe kan het ook anders, met een bakje koffie. Wat wil jij? Ook zart. Wij lezen volle zaal, dus dat is te gek. Dus zo begon het en wie NOS op 3 kent, die kent het denk ik vooral van de video-explainers, onze YouTube-uitlegvideo's. Volgens mij is... dat verbod op TikTok omdat verkiezingen eraan komen. En als inderdaad Trump gaat winnen, heeft dat wel effect ook op Europa en Nederland. Dus zeg maar die slag zou ik echt mega interessant vinden hoe dat zit. Dus... Ja, ik heb toch het idee dat TikTok in Amerika een wet erover niet heel erg bij mij, dat heel erg, ja, ik daar last van ga hebben of echt mij heel erg boeit. En NS, ja, ik ga best wel veel met de trein, dus dan zou ik meer interesse hebben over... Nou, het stationgeluid waar ik het eerder al over had. De voice-over, de foxpopjes, heel voice en de ding-dong en de trein. We kunnen er wel eventjes naar luisteren, want het is makkelijker soms dan als je iets voor je ziet. Ja, dit horen jullie natuurlijk het hele tijd niet, maar dit is onze eigen vormgeving die je natuurlijk altijd hoort. Dus die hangt er vaak onder, dus die zal ik er nu ook even onder laten. Zitplek, vertraging, omleidingen, werkzaamheden en superdure kaartjes. Jeetje, ik ben geloof ik 40 euro kwijt voor het toertje Amsterdam. Dat ik hoop gaat. Ja, op dit moment vind ik het vrij prijzig. Het wordt alleen maar erger.